Geen wegafzettingen, geen toiletten, geen EHBO en geen bezemwagen. Toch lopen tientallen mensen de Nijmeegse Vierdaagse. En voor ons gaat alles gewoon door. Hè? Zoveel mogelijk als kan proberen we alles te doen. Goedenavond en verder in het nieuws vandaag. Protest tegen een verhuizing van hoogbejaarden in Voorst. Dorpsbewoners willen via een kort geding voorkomen dat hun hoogbejaarde ouders gedwongen moeten verhuizen. Gewoon vreselijk. Je kunt die oudere mensen niet verhuizen. Ze zijn gewoon heel erg hier gewend. En bij het distributiecentrum van de Weekamp in Maurik werd vandaag gestaakt. Deze vestiging gaat sluiten en de medewerkers die hun baan kwijtraken willen een beter sociaal plan. We hebben in principe niets meer te verliezen. Onze baan zijn we toch sowieso kwijt. De grootste wandelmars ter wereld gaat dit jaar niet door. Toch verzamelde vannacht om 4 uur een groep van zo'n 50 wandelaars zich op de Wedren in Nijmegen. Het tijdstip waarop normaal gesproken de eerste wandeldag van de Vierdaagse begint. Deze fanatiekelingen staan klaar voor hun eigen Vierdaagse. Iedereen kan vanaf vandaag meedoen aan de alternatieve Vierdaagse, waar ook in het land. Zo'n 20.000 wandelaars hebben zich ingeschreven via de app van de Koninklijke Wandelbond Nederland. Maar deze groep loopt de traditionele route in Nijmegen. En voor ons gaat alles gewoon door. Zoveel mogelijk als kan proberen we alles te doen. Ja, de originele routes. Waarom? Ik heb hem 11 jaar achter elkaar gelopen, dus ik wil hem dit jaar ook gewoon gaan lopen. Ja, zonder kruis helaas. Goed begin wat mij betreft. Ja, ik denk dat we dadelijk wel de eenzaamheid induiken. Maar in de loop van de week zal het wel drukker worden. En zeker op vrijdagmiddag zal het wel druk zijn, verwacht ik. Heel veel plezier. Ja, daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1. In de loop van de dag zijn meer wandelaars in Nijmegen gewoon gestart aan hun eigen Vierdaagse. Met onder meer een route over de dijken bij Lent en Oosterhout. Goedemorgen. Gaan jullie voor de hele route? We hebben 4x20. Normaal gesproken loop ik 40, nu loop ik 30. Maar dezelfde tijd opstaan, hetzelfde ritueel met de trein. Nu met de mondkapje, voor het eerst voor mij. En dan ook echt naar de Wedren, daar een foto van maken van het plaatje van de Wedren. Ja goed, en toen ook maar gestart, maar ik zag ook al gelijk dat ik niet de enige was. Succes, dankjewel hè. En dat deze man inderdaad niet de enige loper was, had burgemeester Bruls wel zien aankomen. We hadden niet anders verwacht. Anderen hebben het wat zitten ophitsen, maar ik heb nooit geloofd dat dat hele grote groepen geworden. Maar laten mensen rustig wandelen. Wandelen is gezond. Als je de verkeersregels houdt, niks aan de hand. Volgens mij is het in een gemiddelde winkelstraat veel drukker dan als je lekker door de velden bent aan het wandelen. Ja, en ook de kinderen van het V-team konden niet stilzitten dit jaar. Zij lopen ieder jaar voor vrede, vriendschap en veiligheid. Voor hen is er een vierdaagse kamp georganiseerd met wandelen, gladiolen, kampvuur en veel gezelligheid. Ik heb heel veel gemist, ja. Ons kamp ging niet door. De musical ging ja wel door, maar is verfilmd. Voetbaltoernooi. Ik zou de jongste deelnemer zijn, maar ja, het is niet doorgegaan, dus ja. Maar ze hebben wel een heel leuk alternatief bedacht. In no time regelde Taco en de Zijne een kamp bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Voor de kinderen die naast de Vierdaagse al zoveel andere dingen moesten missen. De afgelopen 3 weken waar we hoorden we mogen een kamp organiseren, kwam alles ineens bij elkaar. En zei iedereen ja, we willen ook meedoen en ja, we komen ook. Dus dit lukt echt maar 1 keer. Zo'n orkest, ik denk niet dat die volgend jaar weer tijd hebben om te komen. Baalde je dat de Vierdaagse niet doorging? Een beetje. Waarom? Ja, Het is wel leuk, maar ja, het is ook wel heel ver lopen, ja. Vandaag begon het heel spectaculair met een parachutesprong op de plek waar in de Tweede Wereldoorlog veel geallieerden landen. Later in de week gaan de kinderen gladiolen plukken en aan bejaarden uitdelen. Via een kort geding bij de rechtbank in Zwolle proberen inwoners van Voorst te voorkomen dat hun hoogbejaarde familieleden dit weekend moeten verhuizen. Zorgorganisatie Zenzieren stopt namelijk met het verzorgen van de ouderen omdat de 24-uurzorg te duur zou zijn.
Dorpsbewoners vinden dat niet kunnen en dus lieten ze gisteravond massaal zien dat ze de ouderen en hun families steunen. Zo'n 100 mensen kwamen gisteravond bijeen bij het wooncentrum in Voorst om duidelijk te maken dat zij vinden dat de zorg daar moet blijven. Onder hen waren ook ongeveer 60 boeren die de families van de hoogbejaarden steunden. Gewoon vreselijk. Je kunt die oudere mensen niet verhuizen. Ze zijn gewoon heel erg hier gewend. Het is niet normaal. Met een brok in mijn keel sta ik hier. Ze zit hier goed op haar plek. 100 meter verder woon ik. Ik ben zo hier als er wat aan de hand is. Ik ben zo hier. Heeft u het gevoel dat dit nog gaat helpen? Ja, we doen alles aan om het hier te houden. En Voorst vergrijst. Voorst is een klein dorp en er wordt niet gebouwd. En er worden alleen maar ouder. De zorg wordt complexer. Dus het moet gewoon hier blijven en ze horen hier. Ik heb eigenlijk een heel zwaar hoofd in. Maar iedereen zegt je moet positief denken, dus daar gaan we voor. Wat als de rechter jullie geen gelijk geeft? Dan gaan we voor de deur leren. En dan ga ik hier zitten en ze blijven van mijn moeder af. Klaar. Ja, hoe het kortgeding van inwoners van Voorst over het behoud van het wooncentrum vandaag is verlopen, is vanavond te lezen op onze site gld.nl. De onderhandelingen tussen FNV en Wekamp hebben nog niets opgeleverd. Vandaag legden 52 medewerkers van het Wekamp distributiecentrum in Maurik hun werk neer. Zij raken hun baan kwijt en willen een beter sociaal plan. Vandaag vertrokken ze naar het hoofdkantoor in Zwolle om samen met collega's van het distributiecentrum een petitie aan te bieden. Ook daar werd gestaakt. We hebben in principe niets meer te verliezen. Onze baan zijn we toch sowieso kwijt. Ja, dit is denk ik de enige manier om gewoon druk uit te oefenen dat er een goede deal komt te liggen. Het personeel verliest hun baan omdat webwinkel Wekamp het distributiecentrum in Maurik sluit en gaat reorganiseren. Ook op het hoofdkantoor in Zwolle moeten mensen vertrekken. De eerste twee rijen achter de chauffeur, die moeten leeg blijven. Perry werkt 22 jaar voor het bedrijf en ziet zijn baan nu verdwijnen. Dat doet zeer. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk nog het ergste van het verhaal natuurlijk. Hè? Kijk, heel veel mensen die bijna hun hele werkende leven hebben ze hier bij Wekamp gelopen. En ze moeten overnieuw beginnen. Verlies van toch een gedeelte van je leven, dat hakt er bij veel mensen en ook bij mij behoorlijk in. Dat is heel zwaar, ja. En dat is ook onderdeel van het sociaal plan, hè? Begeleiding naar nieuw werk. Maar het gaat in de petitie vooral ook wel over geld, over die ontslagvergoeding. Zie dat maar als de pleister op de wonden. Dat je toch in ieder geval nog iets overhoudt aan alle dienstjaren die je hier hebt gehad. Hier achter mij zie je het al, een vrachtwagen zonder lading. Voorlopig geen af- en aanrijdende vrachtwagens hier. Wekamp laat in een reactie weten in gesprek te zijn met de FNV. En volgens hen komt de staking te vroeg. Besloten door de onderhandelaars van Wekamp om een eindbod te presenteren. Wat betekent dat? Dan gooi je eigenlijk op dat moment de deur dicht voor verdere gesprekken. Zometeen, kinderen die door corona een leerachterstand hebben opgelopen, komen in Nijkerk niks tekort. Daar kunnen ze naar de zomerschool. Ik heb wel nog naar de andere klas, of je niet lekker achter te lopen meer. Boeren uit het Rijk van Nijmegen zijn vandaag het centrum ingegaan om gladiolen te verkopen. Het symbool van de Vierdaagse. Dit deden de boeren om met de opbrengsten het Mariekenhuis te steunen. Omdat de Vierdaagse niet doorgaat, kon het inloophuis geen acties houden om geld in te zamelen voor mensen die met kanker te maken hebben. De boeren brachten ook een bezoek aan het oude stadhuis, waar ze werden ontvangen door burgemeester Hubert Bruls. Wat is hier nog mooi aan? Het is een goede doel, hè, voor het Mariekenhuis. Wij laten ons zien in de stad, we praten met de burgers. Dus win-win-win noem ik dat. De Transport en Logistiek Nederland is helemaal klaar met de protestacties van boeren. Volgens de voorzitter kunnen protestacties van landbouwers waar andere ondernemers regelrecht slachtoffer zijn niet door de beugel. Morgen zijn er opnieuw boerenacties. Dan trekken vanuit tal van plekken in het land boeren naar het RIVM in Bilthoven. Ze vinden namelijk dat het RIVM stikstofsjoemelcijfers verspreidt. Inmiddels is bekend geworden dat de boeren Utrecht niet in mogen met hun trekker en er maximaal 2000 mensen mogen komen. Farmers Defence Force roept de boeren nu op om met de auto te gaan. De Europese Commissie heeft de streek rond Winterswijk erkend als wijnregio. De Achterhoekse bodem van leem en kalk met een flinke humuslaag heeft een goede invloed op de volheid van de wijn. Daarom heeft de wijn een zogeheten oorsprongsbenaming gekregen. Het etiket biedt streekproducten bescherming tegen namaak.
Achterhoek Winterswijk is de zesde streek in Nederland die de beschermde erkenning krijgt. Inmiddels is de zomervakantie in heel Gelderland begonnen en toch zijn niet alle kinderen thuis. In Nijkerk bijvoorbeeld is een speciale zomerschool georganiseerd. Met extra hulp voor kinderen die dat nodig hebben. Met deelsommen, dat kan nog wel beter en dat wil ik graag leren. Deze kinderen vieren vandaag geen vakantie, maar zijn juist weer terug op school. De zomerschool is oorspronkelijk in het leven geroepen voor kinderen die vanwege corona een achterstand hebben opgelopen. Maar als je je verdiept in de achterstanden in de gemeente Nijkerk, zie je dat ook heel veel kinderen zijn die het Nederlands nog niet goed beheersen, die een taalachterstand hebben of die thuis in een onveilige situatie zijn. En ook voor die kinderen willen wij een zomerschool zijn deze zomer. En daar bleek behoefte aan. Uiteindelijk melden zich maar liefst 70 leerlingen uit de hele gemeente Nijkerk aan. Het heeft ons wel de ogen geopend dat veel kinderen een extra setje nodig hebben in de zomer, zodat ze na de zomervakantie op niveau weer kunnen beginnen. De lokale bibliotheek verzorgt elke dag bovendien taallessen voor alle leerlingen. En ook ouders zijn één keer per week welkom om meer te leren over de Nederlandse taal. Vanwege de enorme belangstelling hebben de scholen al besloten ook volgend jaar in de zomervakantie de deuren te openen. En Senema denkt er zelfs al over om dit structureel aan te bieden. Omdat dit zoveel kansen geeft aan kinderen die normaal met een achterstand weer het nieuwe schooljaar beginnen. En op deze manier krijgen ze evenveel kansen als alle andere kinderen in Nederland. En deze leerlingen zijn daar alleen maar blij mee. Om eerlijk, wil die dit op vakantie is wel leuker. Hier doen we meer dingen bij vakantie. Meestal chillen en zo, maar... En hier is een beetje lekker iets anders nu. Een verouderd en inefficiënt gebouw met geluids- en parkeeroverlast. Dat waren de kenmerken van het dorpshuis in IJzendoorn. Maar dankzij een gulle gift van een oud inwoner krijgt het dorpshuis een metamorfose. De verbouwing is in volle gang. Ja, iedereen die dacht van nou 1 miljoen Zwitserse francs, dan kunnen ze wel een nieuw dorpshuis realiseren. Nou, het werd uiteindelijk verbouw en toen bleken we inderdaad toch nog weer geld tekort te komen. En we hebben met succes een beroep gedaan op de provincie. En zo wordt er nu hard gewerkt aan het dorpshuis in IJzendoorn. Ja, we hebben nu een gebouw dat veel efficiënter is ingedeeld. Met een uitbreiding die ook overdag apart geopend kan worden. Veel duurzamer. En ja, alles bij elkaar ja, hebben we denk ik een dorpshuis dat weer voor de toekomst gereed is. Overlast van feesten behoort tot het verleden. Ja, straks is het gebouw wat flink geïsoleerd is en naar de omgeving ook echt helemaal geen overlast meer geeft. Ook de parkeervoorzieningen worden overigens flink uitgebreid. En dat betekent dat mensen ook niet meer hoeven te klagen als er een grote activiteit is over parkeeroverlast. Ook de gemeente doet een duit in het zakje. Nu wordt het dorpshuis nog gescheiden door groenstroken van de school, maar ook van een speelterrein. Dat moet straks echt één geheel worden, waardoor het dorpshuis nog meer het warme, kloppende hart van het dorp wordt. En dan wel onder een nieuwe naam, die van de gullegever Gerrit van Riemsdijk. Ja, en als het klaar is, zou dit zomaar het dorpshuis van 2021 kunnen worden. Het dorpshuis van het jaar. En de 6 finalisten voor de verkiezing van 2020, die zijn al bekend. Het programma is vanaf 11 oktober te zien bij Omroep Gelderland. Jongeren in Westervoort gaan een kwartetspel maken met daarop foto's van oud en nieuw Westervoort. Aangezien veel gezinnen dit jaar niet of nauwelijks op vakantie gaan, ontstond het idee om jongeren maatschappelijk betrokken bezig te laten zijn. Maar voordat de jeugd de straat op gaat, krijgen ze eerst een spoedcursus fotograferen met je mobiele telefoon. Het is even goed opletten op de workshop fotograferen met je mobieltje. Maar dan kan de jeugd al snel aan de slag. Ze hebben echt iets opgestoken van de fotocursus. Ook hoe je gaaf foto's moet maken. Ik wist al een beetje, maar ik had nog nooit gehoord van kikkerperspectief bijvoorbeeld. Vooral de derde regel wist ik nog niet van. Dat is dat je eigenlijk een raster hebt. En dan is het handig om juist op één zo'n lijn van het raster te doen. Want daar kijk je het meest snel eens naar. En de jeugd leert zo al spelenderwijs ook andere belangrijke dingen. Ja, dat we een beetje samen bezig zijn. Jongeren ook meer Westervoort leren kennen en dus het dorp bij elkaar brengen.
Omdat ze kennis krijgen van hun eigen leefomgeving, maar ook ontdekken wat ze zelf leuk kunnen vinden en hoe ze zelf zich willen inzetten. Dus ook ervaren van dat als je je inzet voor iets, dat dat heel erg leuk kan zijn. Maatschappelijk betrokken zijn. Dan nog het weer. Het was een bewolkte dag vandaag met een maximumtemperatuur van 22 graden. Vanavond klaart het op. Het wordt opnieuw een koude zomernacht met temperaturen tussen 6 en 10 graden. Morgenochtend is het zonnig maar fris. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken en in de middag is het wisselend bewolkt. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. De komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de week wordt het iets warmer, maar dan neemt de kans op een bui toe. Tot zover het Gelders nieuws. Op onze site en app kunt u vanaf vandaag stemmen op de beste Gelderse voetballer aller tijden. Omroep Gelderland heeft 11 voormalige voetballers genomineerd. Je favoriet doorgeven kan tot en met aanstaande donderdag via gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.